Tijdens mijn vlogs heb ik het vaak over hoe belangrijk ons brein nou daadwerkelijk voor ons is. En om ons brein nou gezond te houden, is het dus belangrijk om regelmatig te ontspannen. Nou, daar heb ik al een aantal tips voor gegeven. Maar ook de voeding is van essentieel belang. Kijk, we weten wel dat voeding voor ons lijf dus heel erg belangrijk is. Maar er wordt nog te weinig bij stilgestaan dat dit dus ook echt een heel groot effect heeft op onze hersenen. Voeding is dus zo belangrijk voor de hersenen. Gezonde voeding met de juiste voedingsstoffen, vitamines en mineralen, die kunnen jouw hersenen namelijk een enorme boost geven. Het is dan ook echt belangrijk om je te realiseren dat de juiste voeding jouw hersenen kan helpen om optimaal te functioneren. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om, als je je wat depressief aanvoelt, direct naar een huisarts te gaan. En wat ik daar dan vaak bij mis, is dat huisartsen nog te weinig vragen over hoe het staat met de voeding. En hier ook te weinig naar kijken. Er is recent een onderzoek gedaan over bijvoorbeeld omega-3. In plaats van antidepressiva kregen mensen die echt enorm depressief waren 3 maanden lang een omega-3 capsule iedere ochtend in een hoge dosis. En na 3 maanden waren deze mensen gewoon van hun depressie af. Dus dat betekent dat je dus echt heel veel waarde kunt hechten aan de voeding die wij gebruiken. Daarom in deze vlog een aantal tips over de juiste voeding voor jouw brein. En dan beginnen we met avocado's, want avocado's, dat voorkomt stress. Er zit dus een hoge mate van kalium in, wat jouw stressniveau direct zal laten dalen. Kalium vind je dus onder andere ook wel in sinaasappels, aardappels, bananen, tomaten, broccoli, sojabonen en ook in abrikozen. Alleen dan is dus de hoogte van de kalium een stuk lager. Dus echt die avocado, die is zo ontzettend goed om te eten. Dus eigenlijk eet iedere dag een avocado en jij houdt je hersenen gezond. Nou, tip 2 is dus omega-3, waar ik het in het begin van de vlog over had. Dat vind je in zalm en in overige vette vissen. Omega-3 vetzuren zijn erg goed voor het verbeteren van de basisfuncties van je hersenen. Ja, je vindt deze dus in de zalm, in vette vis. Maar mocht je nou geen vis eten, dan kan ik je echt aanraden om gewoon een omega-3 capsule te slikken. Je vindt verschillende merken op de markt. Kijk wel goed dat het percentage wat erin zit zo puur mogelijk is en zo hoog mogelijk is. Dat de concentratie daadwerkelijk ook echt iets toevoegt. En er niet te veel opvulproducten in zitten, want dat krijg je ook steeds vaker in bepaalde voedingssupplementen. En dan de nummer 3 van vandaag en daarmee ook de laatste is vitamine C. Want vitamine C is misschien wel een van de bekendste vitamines. Maar vitamine C is echt zo'n krachtige antioxidant die de kwaliteit van jouw hersenen en de cellen dus in je lichaam, dus zowel in je hersenen als in de rest van je lichaam, verbetert. En ja, daar vallen dus ook de hersencellen onder, hè? Dus alle cellen. Het is dus echt heel erg belangrijk om voor je lijf, maar ook voor je hersenen vitamine C te krijgen. Want die herstellen dus met die antioxidanten echt een heel erg krachtig vitamine. Nou, ik geef hier nog veel meer tips over tijdens mijn lezingen en trainingen. Maar voor nu, in ieder geval deze tips. En ik zou zeggen, ga er meteen mee aan de slag.